Dit is een op dezelfde schaal planeet en dit is niet onze aarde, het is niet Mars, nee, dit is die grootste planeet uit ons zonnestelsel, Jupiter. Jupiter is gigantisch groot als planeet, maar vergeleken met de zon stelt het niet veel voor. Een stapel van 10 Jupiterbollen zou makkelijk in de zon passen. Als je daar de aarde ook nog even bij wil doen, dan, die heb ik ook meegenomen, dat is deze. Bedenk nog even, dit is dat bolletje waar wij Afrika en India op zagen liggen met Nederland hier net aan de rand. Daar zitten wij allemaal, hè? Dit is onze aarde. Krijg een ketting van 100 aardbolletjes, trek die strak, geen probleem hoor, past makkelijk strak gespannen in die zon. Op een lijntje, als de zon helemaal hol zou zijn, zou je hem vol kunnen storten met meer dan 1 miljoen aardbolletjes. Nu zie je dat de lichte gassen in het heelal, waterstof en helium, waar de zon uit bestaat en Jupiter uit bestaat, er zitten een paar andere elementen in, maar niet erg veel, die zijn er heel veel. De zware elementen waar de aarde uit bestaat, stelt bijna niks voor. Het is echt een klein onderdeeltje. Voor onze begrippen heel veel. Die aarde is groot. Maar op kosmische schaal is het allemaal niet zo erg indrukwekkend. Oké, de zon is het centrum van ons planetenstelsel. Hij is groot, hij is zwaar, hij heeft veel zwaartekracht. Dus alles draait om die zon heen. Bewegingen in het heelal worden door de zwaartekracht bepaald. Dus de planeten, waaronder de aarde, draaien allemaal in een baan om de zon. En toen Copernicus met het idee kwam dat de aarde niet het middelpunt van het heelal was, toen dacht hij, nou, dan is waarschijnlijk de zon het middelpunt van het heelal. En in zijn wereldbeeld, dat is nog niet zo lang geleden, dat was midden 16e eeuw, in zijn wereldbeeld was de zon het centrum van de kosmos, die produceerde licht en warmte, niemand wist hoe trouwens, geen idee waar dat vandaan kwam, maar goed. De planeten waaronder de aarde draaiden daaromheen, en daarbuiten had je nog een soort hemelkoepel met sterretjes. Dat was Copernicus' idee. Die sterren waren, wist ook niemand. Volgens sommigen waren het gaatjes in die hemelkoepel, waardoor je het hemelse vuur van daarachter zag. Volgens anderen was die hemelkoepel dicht en zaten er lichtjes aan de binnenkant. Niemand had eigenlijk een idee. Maar Copernicus dacht nog dat ze allemaal op dezelfde afstand rond de aarde zaten. Dat is niet zo'n gek idee, want als u vannacht in de polder naar buiten gaat en je kijkt naar die indrukwekkende sterrenhemel, dan lijkt het ook alsof er één grote koepel over je heen staat en je hebt totaal geen idee van verschillende afstanden. En het was pas korte tijd na Copernicus dat een Britse astronoom met het idee kwam, wacht eens, als de ene ster helderder is dan de ander, hoeft dat niet per se te betekenen dat hij meer licht geeft, het kan ook betekenen dat hij dichterbij staat. En die kwam met het idee dat de sterren misschien op allerlei afstanden konden staan van de aarde. Nou, langzamerhand, in de loop van het begin van de 17e eeuw, drong eigenlijk wel het besef door dat de sterren in het heelal, en hier zien we een flink aantal sterren op een foto van een sterrenhoop met een grote telescoop gemaakt, dat die sterren in het heelal eigenlijk op de meest uiteenlopende afstanden staan en bovendien extreem ver weg. Dat wist ook niemand, hè, hoe ver die sterren stonden. Het lukte pas in de loop van de 18e eeuw om de afstanden tot sterren te bepalen, via een ingewikkelde truc. En toen was meteen duidelijk, jongens, die staan zo ontzettend ver weg. Als we de afstand weten, kunnen we uitrekenen hoeveel licht ze geven, want we zien hoe helder we ze waarnemen. En dan blijkt dat die sterren evenveel licht geven als onze eigen zon. Sterren zijn gewoon zonnen. Onze zon, bedenk het nog maar even als je vanmiddag weer van de zon gaat genieten. Onze zon is gewoon een ster. Alleen eentje waar wij bij horen. Waar wij omheen draaien, zodat we hem groot zien, hem de warmte voelen, de helderheid zien. Maar alle sterren die je vannacht aan de hemel ziet, zijn stuk voor stuk zonnen. Die ook allemaal vergelijkbare hoeveelheden licht en warmte produceren en waar misschien ook wel planeten omheen draaien, waar misschien ook wel levensvormen van dat licht en die warmte genieten. Over die afstand en die helderheid, dat is eigenlijk heel simpel. Stel je voor dat je in een donkere omgeving staat en je ziet allemaal lichtjes in de verte. Nou, dan kun je geen afstanden schatten. Je weet niet hoe ver die lichtjes zijn. Maar als je een manier zou hebben om de afstand te meten, bijvoorbeeld door een echolocatie of met een meetlint, weet ik veel. Stel dat je weet hoe ver die lichtjes weg zijn, dan zie je hoe helder het straalt. Dan kun je zo uitrekenen hoeveel licht het echt geeft. Dat is een heel simpel rekensommetje. Andersom geldt ook, als je zou weten dat lichtjes allemaal evenveel licht geven, even helder zijn, en je ziet de ene zwakker en de andere helder, dan kun je uitrekenen hoe ver ze weg staan. Dat zijn dingen die je in het dagelijks leven af en toe kunt toepassen. En in de sterrenkunde heeft dat een tijd geduurd, omdat het bepalen van die afstanden niet zo makkelijk was. En nu weten we dat niet alle sterren even helder zijn. Er zijn zwakke sterretjes, er zijn heldere sterren. Maar ze staan ook op de meest uiteenlopende afstanden. Dus
Alles komt voor. Als je een zwak sterretje aan de hemel ziet, weet je niet zeker of het een dwergsterretje is vlakbij de zon. Of een enorm heldere ster op hele grote afstand. Je moet een van die gegevens moet je achter zien te komen. Dus het viel allemaal nog niet mee. Je ziet trouwens op deze foto ook dat de sterren verschillende kleuren hebben. Op deze opname is het mooi te zien. Sommige zijn een beetje oranjeachtig, andere zijn blauwiger. En als je er op een heldere nacht een keer zelf op let, is het ook te zien. Onze ogen zijn s'nachts niet zo gevoelig voor kleur. Dan werken de kegeltjes in ons netvlies niet zo goed en die heb je nodig om kleuren te zien. We zeggen niet voor niks, in het donker zijn alle katjes grauw. Dat is echt letterlijk waar. Dus die kleuren van de sterren vallen ook niet zo op, maar als je erop let, kun je het zien. Sommige sterren zijn een beetje oranjeachtig, andere wat meer blauw-wittig. Het leuke is, dat vertelt je meteen iets over die ster. Daar heb je geen meetapparatuur, geen telescoop voor nodig. Want we weten dat de blauwe sterren, de blauw-wittige sterren, die zijn het heetst. En de oranje-rode sterren, die zijn wat koeler. Dat is net anders dan bij de knop op de kraan in de keuken. Wij zijn er natuurlijk gewend, rood is heet, want rood is gevaar. Maar in het heelal is het zo, rood is betrekkelijk koel, een paar duizend graden. Blauw is heel heet aan de buitenkant, misschien wel 20.000 graden. Dus als je vannacht naar de sterrenhemel kijkt, dan zie je dat gewoon. Dan kun je voortaan een ster zien en dan zie je hem een beetje rood. Dan zeg je, oh, coole ster. Heb je helemaal geen ingewikkelde apparatuur voor nodig. Wat wel essentieel is, is dat we nu weten dat niet alleen onze aarde onderdeel is van een groter geheel. Onze aarde is één planeet in een zonnestelsel waar in totaal 8 planeten zijn. Maar onze zon is ook niet uniek. Zoals heel lang gedacht is. Onze zon is een gewone ster te midden van talloze anderen. 'S Nachts zie je meer sterren, meer zonnen dan overdag. 'S Nachts zie je duizenden zonnen, overdag zie je er maar één. Ze zijn er natuurlijk ook nu, hè, aan de hemel. Ze worden overstraald door het zonlicht, doordat het daglicht is. Daarom kunnen we overdag de sterren niet zien. Maar 's Nachts zie je dus eigenlijk meer zonnen dan overdag. Maar we zien allemaal objecten vergelijkbaar met onze zon. Grote concentraties van lichte gassen, voornamelijk waterstof en helium, die onder hun eigen druk en temperatuur energie produceren. En planeten op die afstand, ja, die kun je natuurlijk nooit zien. Moet je voorstellen dat om een van die sterren ook een paar van die kleine zwarte stipjes draaien die ik net in beeld had. Die een heel klein beetje van het sterlicht reflecteren, dat is het. Dat is natuurlijk onmogelijk om dat op die afstand direct waar te nemen. Maar onze zon is dus ook niet uniek en samen met al die andere sterren maakt onze zon deel uit van het melkwegstelsel. En het heet zo omdat in de tijd van, nou in de prehistorie, werd er al ontdekt dat er tussen de sterren door een soort lichtende band loopt. Die werd in verschillende culturen, natuurlijk in verschillende talen, de melkweg genoemd. Eigenlijk een term die uit het Latijn stamt. En misschien een beetje omdat het lijkt alsof iemand een beker melk over zwart fluweel heeft geknoeid. Maar die lichtende band die je ziet, daarvan weten we sinds een paar honderd jaar dat die uit talloze zwakke verre sterretjes bestaat. Dat kun je zelf zien met een verrekijker. Als je thuis een gewone verrekijker hebt, richt hem dan eens een keer op die melkweg. Moet je op een donkere plek gaan staan, hè? Natuurlijk niet hier in de binnenstad. En dan zie je dat je daar een heleboel zwakke, flonkerende sterretjes ziet. En met het blote oog zien we dat licht samenvloeien tot de band die wij de melkweg noemen. En die melkwegband is eigenlijk wat we zien doordat wij zelf ergens hier binnenin zitten. Wij kijken vanuit die platte melkweg, kijken we om ons heen. En dan zien we in het vlak van die platte schijf, zien we een heleboel verre sterretjes. En die vloeien samen tot die melkweg. En kijken we uit die platte schijf omhoog of omlaag, dan zie je veel minder sterren. Dus het is een soort projectie-effect. En daarom wordt dit spiraalvormige stelsel, waar al die sterren in zitten, wordt het melkwegstelsel genoemd. En nou weet ik niet of u het kan zien, maar dit is natuurlijk geen foto. Hè? Er is nog nooit iemand buiten de melkweg geweest om dat te fotograferen. We denken dat het er zo uitziet. De meeste sterren in de kern, daar is het centrum, het stelsel het helderst. Een heleboel andere sterren zitten in die mooie spiraalarmen. Daar zitten ook donkere stofwolken in, die zie je net als die donkere sliertjes. Er zitten ook roze lichtvlekjes in, dat zijn grote gasnevels waar nieuwe sterren in kunnen ontstaan. En onze zon is een van de, niet schrikken, 200 miljard sterren in dit melkwegstelsel. Ik weet ongeveer wie staat. Hier ergens. Dus een beetje aan de binnenrand van een van die spiraalarmen. Op enkele tienduizenden lichtjaren afstand van het centrum. Maar hij is natuurlijk nooit te zien. Het is een absoluut onopvallend sterretje. De zon is niet bijzonder groot. De zon is niet extreem helder. De zon is niet speciaal qua kleur of leeftijd of eigenschappen. Het is een middle of the road, niks aan de hand sterretje. Eigenlijk gewoon Jan Modaal onder
zijn soortgenoot in het Melkwegstelsel. Hij zit ook nog in een saaie buitenwijk van het Melkwegstelsel, waar niet veel te beleven is. In de kern, ja, daar vinden alle leuke activiteiten plaats. Het is echt een hele onopvallende bewoner. Als je in een ruimteschip naar het Melkwegstelsel zou vliegen, en je vliegt rond, dan is het ondenkbaar dat je de zon ooit vindt of tegenkomt. Dat zijn 200 miljard sterren. Dat is absoluut ondenkbaar. Maar hij zit daar wel met zijn planeetjes daaromheen. En als we hier met een elektronenmicroscoop op dit plaatje zouden kijken, dan zouden we misschien ergens dat piepkleine stipje van de aarde kunnen zien. En dat is onze woonplaats in het heelal. Begint het al een beetje door te dringen dat wij een kleine plek in het heelal innemen? Nou, maak je borsten maar nat, want nu komt het. Ons Melkwegstelsel is ook niet uniek. Ons Melkwegstelsel is één van de talloze sterrenstelsels in de kosmos. Hier zien we een groep van die sterrenstelsels bij elkaar, maar meestal staan ze op veel grotere onderlinge afstand. En het totaal aantal van dat soort sterrenstelsels, of melkwegstelsels, dat is ook in de orde van pak een beet 100 miljard. Dan moet je eens voorstellen, wij zitten op een willekeurige plek in het heelal. Gewoon, je drukt op een paar knopjes met de teletijdmachine van professor Barnabas, ga je naar een volstrekt willekeurige plek ergens in de kosmos. Je doet je raampje open, je kijkt om je heen. Wat zie je dan? Niks, lege ruimte. Het heelal is bijna alleen maar lege ruimte. Gebruik je een telescoop, dan zie je misschien een paar kleine lichtvlekjes. Dat zijn die sterrenstelsels. Vlieg je daarop af, dan blijkt er hier en daar een groep daarvan te zijn. Ergens anders weer individuele, geïsoleerde stelsels. En als je al precies zou weten welk van die 100 miljard stelsels ons Melkwegstelsel is, en je zou daar naartoe kunnen vliegen, dan zit je dus aan de buitenkant van die spiraal en heb je geen idee waar je de zon moet zoeken. En als je al het geluk zou hebben dat je tussen die 200 miljard sterren precies de zon weet te vinden en je vliegt langs die zon, dan denk ik eigenlijk dat je met een beetje goede wil Jupiter zou kunnen zien, want dat is een grote heldere planeet, maar die aarde echt niet hoor. Het is een korreltje, een stofkorreltje, een zandkorrel in ons Melkwegstelsel in het heelal. Dus wat moet je hieruit concluderen? Wij zijn nergens te vinden. Ja, daar kun je heel klein van gaan voelen, heel onbeduidend, onbetekend. Sommige mensen vinden het eng, maar daar kom ik later nog even op terug, want ik denk niet dat dat nodig is. Maar het is wel een gegeven, wij zijn nergens te vinden. Ja, wel hier op aarde, want wij zijn er al. Maar als je niet precies weet waar je moet zijn, dan gaat dat niet lukken. Nou, dit was even in grote stappen snel thuis, was dat een idee over de bouw van ons heelal. En hoe zijn we er allemaal achter gekomen? Natuurlijk dankzij sterrenkundig onderzoek, dankzij de uitvinding van de telescoop. Want voordat de telescoop er was, kwam je hier niet achter. Dan zagen we hetzelfde als onze verre voorouders. En dan kom je weer met die hemelkoepel en veel meer valt er niet te achterhalen. Maar deze twee kijkerbuisjes die we hier zien, dat zijn twee van de eerste telescoopjes die op het heelal zijn gericht. 400 jaar geleden door Galileo Galilei in het noorden van Italië. En misschien leuk om te weten, u heeft er misschien wat van gehoord. Het was een Nederlandse uitvinding. Hier zien we Hans Lipperhey, een brillenmaker in Zeeland. En die werkte niet samen met, maar wel tegelijkertijd met zijn collega, conculega Zacharias Jansen, ook in Middelburg. En een van die twee heeft als eerste de telescoop gebouwd. We weten niet helemaal zeker wie het was. Lipperhey krijgt altijd de credits, omdat dat een slimme zakenman was. Die had er octrooi op aangevraagd, wat hij trouwens ook weer niet had gekregen. Maar goed, die brief met die octrooiaanvraag, die ligt nog ergens in een museum. En dat is het oudste bestaande document waarin over een telescoop geschreven wordt. Ja, meer dan dat kun je niet doen. Dus hij was waarschijnlijk de eerste die dat heeft gedaan. Maar Galileo, die we hier zien, die was de eerste die het voor sterrenkundige doeleinden gebruikte. Hij was een echte natuurwetenschapper in Italië. En die ontdekte kraters en bergen op de maan en vlekken op de zon en maantjes van Jupiter. Hij zag bij Saturnus iets wat...